woord, tel het woord. Die hele school is naar mij vernoemd. Wat zou je nog meer willen vragen? Bent u een kunstenaar? Nee, ik ben geen kunstenaar. Ik ben filosoof. Hoe oud bent u? Ergens in de 60. Op weg naar, nou, we hopen voor de zomer nog een paar banken neer te zetten. En in september ergens gaan we dan het teksthuis ook hier onthullen. Dus wat dat betreft is 2011 voor onze stichting Monument Pierre Bel een zeer vruchtbaar jaar, ondanks alle recessies en wat er zou kunnen tegenzitten. Hoe ziet ons programma eruit? We gaan even kort aan Paul vragen wat het monument nou precies inhoudt. Hieronder zitten dus de eerste twee Pierre Bel banken. Eigenlijk is het hele idee voor de bank ontstaan uit een overzeese trip naar Engeland, waar ik in een dorpje terecht kwam, genaamd Southwold. En daar stond het echt helemaal vol met van die Engelse parkbenches. En wat ze deden was, was dat de namen van mensen die niet vergeten mochten worden in zo'n houten bank gegraveerd stonden. Dat vond ik een, op zich een prachtig beeld. Gewoon een heel dorp vol bezaaid met banken van mensen die niet vergeten mochten worden. Vandaar de Pierre Bel Bank Park Bench in brons. En er komen er genoeg. Aan de overkant wordt vanaf volgende week gewerkt aan het teksthuis. Donderdag komt het frame binnen en zo langzaam komt deze wijk geheel in het teken van Pierre Bel te staan. Dit was het. En we krijgen nu groep 5 en 6 van de Pierre Bel school. We moeten regelen dat iedereen goed met elkaar omgaat. Dat moeten we regelen. We moeten iedereen iets doen. Leden en samen spelen. Hopelijk lukt dat. Doe je het goed, dan is iedereen blij. We hebben regels zoals we naar buiten gaan. Sta ik in een rij, dan is ook de juf blij. En daarom staan we netjes in een rij. We moeten lief zijn voor elkaar, ook al zijn andere mensen raar. Dit gedicht is nu klaar. Dan zou nu groep 7 en 8. Ja. Ik ben een hele langzame leerling. Ik ben van groep 21. Goedemiddag, dames en heren. Wij hebben met de groep 7 en 8 een poging gedaan om een quiz te organiseren. En nou wisten we dat we weinig tijd hadden. Ook voor jullie. En dat jullie ook graag aan de boren willen. Dus we hebben een stel korte vragen opgesteld. Tenminste, we, als ik zeg we, dan bedoel ik deze leerling Younes. Ik geef hem zometeen de microfoon en jij gaat, Youssef, zo het publiek in om het antwoord te krijgen, ja? Wie weet hoe Pierre Bel oud is geworden? Dus wij willen weten hoe oud Pierre Bel is geworden. En dan graag... 300 jaar. 63? Nee, joh. 63. Goed, hè? We hebben weer 57. Jij hebt gewoon bijna 65. Nee, ik was er bijna. 50. Hoe oud Pierre Bel is geworden? Ja, hoe oud? 66. 66. Wij gaan jullie uit de spanning halen. Nee, 83. 80. Ik denk dat hij overleden is. Dat klopt, dat is waar. Ik hoor hier een bijna juist antwoord. Hij is overleden, dat klopt. Maar hoe oud is hij geworden? Ik dacht 59. 59, mag ik een klein applaus? Ja, voor Pierre Bel zelf, heel goed. Een volgende diep filosofische vraag, dames en heren. Waarom heet onze school Pierre Bel? Dus waarom heet onze school Pierre Bel? Omdat de ideeën waar Pierre Bel voor stond,
is dat je elkaar verdraagt en dat je elkaar respecteert. En als je dat aan de kinderen al mee kan geven, dan moeten de ouderen het vanzelf ook doen. Ik zal het proberen zonder microfoon, met een toneelstem. Want in mijn tijd hadden we natuurlijk die elektronica nog niet. Ik ga u iets vertellen van Pierre Bayle. Pierre Bayle leefde van 1647 tot 1706. Hij werd geboren in Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën en stierf in Rotterdam aan de oevers van de Maas. Hij was een van de circa 300.000 Franse protestanten die in de jaren 80 van de 17e eeuw hun geboorteland moesten verlaten omdat het katholieke Frankrijk in 1685 officieel een eind maakte aan het tolereren van protestanten. Bayle had geluk, al in 1881 kon hij ontkomen aan de vervolging omdat hem in Rotterdam een baan werd aangeboden. De dan nog jonge geleerde kan hoogleraar worden aan de illustere school van Rotterdam. Die school bereidde studenten voor op de universiteit. Bayle moest wel even wennen wanneer hij in Holland aankomt. Hij schrikt van het weer en vooral van de regen en de wind. En als geboren Fransman is hij niet erg te spreken van wat hij hier aan eten voorgeschoteld krijgt. Hij gruwde vooral van het spot. Binnen is van de deelgemeente Kralingen-Krooswijk. En de andere bank is van onze grote bouwondernemer Ira Contour hier. En ik wil nu hier hebben Marianne van Hengel en Jamie de Lange. Volgens mij hoor. Strikje los. Ja, en dan doe ik er al. Ja.